Beste mensen, ik ben razend. En meestal wacht ik dan een paar dagen voordat ik met een bericht kom. Alleen die twee dagen zijn al verlopen en ik word alleen maar bozer. Ik kan het dus beter nu doen. De aanleiding is een document wat door ons WO-verzoek, Wet Openbaarheid Overheid, openbaar is geworden. En naar aanleiding van het ons opgelegde noodbevel op 29 juni. Er zit dus een verslag bij van 27 juni waar de honden geen brood van lusten. In dat verslag staat onder andere dat er in Den Haag een beleidslijn is om trekkers te weren bij demonstraties. En dat is gewoon verboden. Daar heeft de gemeente helemaal het recht niet toe. Wat er ook in staat is dat men ons een plek aanwijst. Ook dat is verboden. Demonstranten mogen demonstreren daar waar hun onvrede het beste tot hun recht komt. En voor ons was dat de Tweede Kamer en niet het Malieveld. Dus nog een overtreding van de demonstratierecht. Vervolgens staat erin dat het noodbevel dat daar al op 27 juni toe besloten is. En er is dus geen enkele reden voor en ook geen enkele rechtsgrond. Er zijn hele strenge regels omtrent noodbevelen. En die heeft de gemeente Den Haag gewoonweg ook naast zich neergelegd. Een illegale handeling. Wie daarvan op de hoogte was, en dat staat ook in dat verslag van 27 juni... Het is slechts één A4'tje vol ellende. Is het OM. Wat is dat voor rare club inmiddels, het OM? Het OM gaat meewerken aan onrechtmatige handelingen door een gemeente, door een driehoek. Want het OM wist heel goed, en dat blijkt uit de manier waarop het geformuleerd is, dat trekkers die wel in Den Haag komen helemaal niet geweerd konden worden. Niet zonder meer konden die in beslag worden genomen. Nee, inderdaad, niet zonder meer. Wel als een boer opzettelijk over een auto heen rijdt, maar niet als hij gewoon aan het demonstreren is. Het OM heeft dus willens en wetens meegedaan aan illegale handelingen van de driehoek. En om die samenswering tegen de strijders vooral niet in de openbaarheid te krijgen, dus dat moest vooral niet iedereen merken, hebben ze alle politiekorpsen in alle provincies opdracht gegeven om boeren tegen te houden die onderweg waren naar de demonstratie. Zover gaan de onrechtmatigheden van deze gemeente Den Haag. En kennelijk hebben heel veel politiekorpsen daar gewoon aan meegewerkt. Nou, dan denk je, kan niet erger. Jan Vassane, VVD-burgemeester, is wel het ergste wat je kan overkomen. Nou, het kan wel erger. Het wordt je koud om het hart als je ziet wie er in dit traject zich gemengd heeft. Wie zonder enige rechtsgeldige positie, enige bevoegdheid, omdat ze geen onderdeel is van het bevoegd gezag in deze, een bepalende rol naar zich toe heeft getrokken. En dat is de Kamervoorzitter. Het staat gewoon in de stukken. Vera Bergkamp heeft samen met de burgemeester en de lokale burgemeester een deeltje gemaakt. Vera Bergkamp schendt daarmee de grondwet. Het weren van tractoren, het weren van demonstranten bij het Tweede Kamergebouw, al die onrechtmatige bevoegdheden zijn doorgevoerd op aangeven van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De voorzitter van het hart van onze democratie, het parlement, de Tweede Kamer. Die heeft in strijd met de grondwet gehandeld. Heeft de grondwet geschonden. Het staat er klip en klaar in dat verslag van 27 juni. Zij heeft lak aan de democratie, lak aan demonstratierecht, een lak aan boeren en lak aan de grondwet. En ze werd zelfs door de burgemeester tussendoor op de hoogte gesteld. Het staat allemaal in het verslag. Ook wilde men weer de boeren, het leger tegen de boeren inzetten. Ook volstrekt idioot en onze vrienden bij het NCTV voelden zich niet te beroerd om daar ook weer aan mee te werken. Bij het schenden van onze rechten. Mensen, wat zijn jullie voor elementen? Waar halen jullie de ruimte vandaan en het recht om van de Nederlandse democratie een aanfluiting te maken? Een politiestaat. En waar kunnen wij heen voor ons recht? De minister van Justitie? Nou, dat is helemaal al lachen. Als nou iemand geen verstand van het demonstratierecht heeft, dan is het wel onze minister van Justitie die dat tentoongespreid heeft in de media in de aanloop naar de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12. Daarin heeft ze laten zien hoe weinig geschikt ze is voor haar taak. Dylan,
Jezugus heeft de ballen verstand van het Nederlandse rechtssysteem en kraamt regelrecht de onzin uit over het demonstratierecht. En ik zou zeggen, ga je schamen. Want onder jouw ministerschap zijn vreedzame demonstranten gecriminaliseerd, geslagen, bedreigd en opgesloten. Ik meende, mevrouw Jezugus, dat jij een politiestaat was ontvlucht. Waarom doe je er dan nu alle moeite voor om het hier te installeren? Doe recht aan onze rechtsstaat en zeg anders je positie op. Boeren die werden gearresteerd tijdens de demonstratie op 29 juni en ook andere mensen, die hebben een hele dag in een hete bus gezeten en vervolgens is hun arrestatie is geseponeerd, hun zaak is geseponeerd. Dus willen een aantal mensen hun proces verbaal zien en ook dat wordt geweigerd. Waarom? Omdat er natuurlijk geen enkele rechtsgrond was. Dus we zijn lekker op weg om een politiestaat te worden. Nu zitten er mensen in de Tweede Kamer die claimen dat ze de rechtsstaat willen dienen. Aan hen vraag ik om Wiebren van Haga, Belang van Nederland, te steunen bij het indienen van de Kamervragen die we hebben geformuleerd en die we in willen dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hier moet opheldering over komen. Onze rechtsstaat, daar wordt werkelijk een loopje mee genomen. En één partij die aan ons verplicht is om Wiebren van Haga te steunen bij die Kamervragen, is de partij die door de strijders de Kamer in is geholpen. En die heeft de boeren op 29 juni ook niet gesteund. Die heeft ons laten zitten, op de 28e al, door mee te gaan in dat knip- en plakwerkje van Tjeerd de Groot op TikTok. Weet je nog? Nou, ik weet het nog wel. En ook jullie naam wordt in het verslag genoemd, nieuwe politieke partij. Ook jullie zijn kennelijk op de hoogte geweest. Ook van dat noodbevel, wat al 2 dagen van tevoren was afgesproken. Volstrekt onrechtmatig. Waarom steunen jullie de verkeerde partij? Ik kan er maar 1 ding op zeggen. Ook gij, Brutus. Nou, naar aanleiding van hun eigen criminele acties hebben de burgemeester en de lokale burgemeester nu maar besloten om de hoorzitting die voor 25 september gepland stond, om die af te zeggen. Eenzijdig, want wij zijn het daar niet over eens en dat kunnen we bewijzen. Maar ik denk dat ze wel graag die hoorzitting over 22 november, Tweede Kamerverkiezingen, heen willen tillen. Want de VVD en ook D66 staan er niet zo fraai op. Nou, ik kan jullie 2 dingen beloven. Ten eerste, FDF gaat alles in het werk stellen om die hoorzitting naar voren te halen. Om de onderste steen boven te krijgen. En 2, als ik in de Tweede Kamer kom, want ik ben verkiesbaar, nummer 3, BVNL. Dan is het afgelopen met deze praktijken. Met het schenden van onze grondwet, het schenden van onze rechten en het schenden van het demonstratierecht. Wanneer er dan bestuurders zijn die denken dat ze dit kunnen maken, dan rollen er koppen. Dit moet afgelopen zijn. Ik vraag dan ook aan al die 149 Kamerleden die nu nog de andere kant op kijken, om Wiebren van Haga te steunen bij de Kamervragen. Want het herstellen van de democratie, het herstellen van het vertrouwen in de politiek, hangt ervan af. Kijk naar die demonstratierechten en laat de rechter spreken en niet het bestuur. Laat het bestuur niet langer inperken in rechten van burgers. Dat is wat ik van de politici vraag. En ik ontvang graag jullie reactie met spoed.